Zodra je lid bent bij Greenwheels, kies je auto uit die je wil reserveren. Of die nou bij je in de straat staat of ergens bij een NS-station. Je loopt naar de auto toe, checkt hem op schade en je stapt in en je rijdt weg. Greenwheels bestaat al 20 jaar en heeft in de loop van de jaren veel concurrentie gekregen. Wel is het in Nederland nog een vrij jonge markt. Hoe gek ook, want zoals je zei, Greenwheels bestaat al meer dan 20 jaar. Maar dat betekent dat we eigenlijk alle concurrenten nodig hebben om de markt op te voeden en te vertellen over deelauto's. Dus ik zie ze niet zozeer als voorblijven op concurrenten, maar meer als samenwerken met ze om klanten blijer te maken. Dat aantal klanten groeit. Tegenwoordig zijn er ook steeds meer bedrijven autodelers. We zien dat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan slimme mobiliteit, goedkopere mobiliteit. En we zijn sinds vorig jaar dan ook bezig met Greenwheels Company Cars. En je ziet dat daar steeds meer behoefte aan is. Niet alleen de auto aan zich, maar juist ook de combinatie met andere mobiliteitspassen. Zoals bijvoorbeeld de NS of NS Business Card. Zie je dat waarmee je een Greenwheels kan openen, zie je dat erg groeit. Voor die groei is nog veel ruimte. Nu zijn er 90.000 mensen die aan autodelen doen. Dat is 1% van de markt. Nog 99% te winnen.